daar ben ik naartoe gegaan en die vertelde me iets waar ik toch eigenlijk best wel van geschrokken ben. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio en René is aan het werk en Jesse Silver die is lekker aan het slapen. Ik zit hier een beetje nerveus, want ik heb er heel lang over getwijfeld of ik dit met jullie ging delen. En nou, uiteindelijk heb ik besloten om het dus toch te gaan delen. Want nou ja, eigenlijk dacht ik ook, René heeft de bevalling gevlogd, laten filmen. En dat is natuurlijk ook behoorlijk privé, behoorlijk intiem eigenlijk om te delen. En ja, wat ik nu ga vertellen is ook best wel persoonlijk eigenlijk. Ja, moet ik dit delen? Nee. Nou, wil ik het delen? Ja. Wil ik aandacht? Nee, niet voor mezelf, maar wel voor het onderwerp. Ik ga heel even terug in de tijd. Ik heb 5 jaar geleden ben ik voor de eerste keer voor het probleem dat ik heb naar de dokter gegaan. En die vertelde mij dat ik een schimmeltje had. Nou, ik kan het eigenlijk wel gelijk vertellen. Het gaat over mijn geslachtsdeel. En ik heb zo'n 4 jaar lang, 5 jaar lang, tabletjes gehad, zalfjes en niks bleek te helpen. Ja, schaamt zich natuurlijk voor. Ik dank ook René heel erg voor haar begrip altijd. Want ja, het is toch iets. Ja, toch iets engs als je dat moet vertellen. Helemaal aan een nieuwe relatie of zo. Nou ja, uiteindelijk ging het dus niet weg en dacht ik weer eens naar de dokter te gaan. En omdat ik natuurlijk verhuisd ben van Tilburg naar Den Haag, andere huisarts, andere ideeën. En hij vroeg mij, ben je wel eens bij een dermatoloog geweest? Nou, dat was ik dus niet. En daarop hebben we dus een afspraak gemaakt met de dermatoloog hier in Den Haag. En daar ben ik naartoe gegaan en die vertelde me iets waar ik toch eigenlijk best wel van geschrokken ben. Omdat het dus een voorstadium van huidkanker kan zijn. En ik zeg kan zijn omdat ik niet wil zeggen dat ik kanker heb, want dat heb ik dus niet. De kans dat het kanker wordt is ook niet heel groot. Maar het feit dat er gezegd wordt dat het kanker kan worden, is natuurlijk wel, ja, het komt wel even binnen. Daardoor zit ik de laatste tijd ook eventjes niet echt heel erg lekker in mijn vel. Omdat ik dus maandag, nu over 2 dagen, naar de uroloog moet in het ziekenhuis. Omdat ze mij geadviseerd hebben om een besnijdenis te laten uitvoeren. Dankzij die besnijdenis zal de huid wat dikker worden en gaan hopelijk de ontstekingen die er nu zitten, want dat zijn het dus eigenlijk. Ik merk dat ik het verhaal echt niet heel erg logisch vertel, maar dat komt, ik zit hier te zweten als een malle. Het is gewoon ook, ja, het is geen heel fijn onderwerp. Maar waarom wil ik het dus vertellen? Omdat ik denk dat er gewoon heel veel mensen mee zitten die niet naar de dokter durven te gaan. En dan ben ik wel naar de dokter geweest. Maar die kwam dus met een heel andere diagnose. Ja, dus ik vind gewoon dat je je niet voor hoeft te schamen. En dat je dus gewoon naar de dokter moet gaan, want voordat je het weet, is iets wat in eerste instantie onschuldig lijkt, toch een vrij ernstig iets.
of in ieder geval iets ernstigs kan worden. En, maar ja, ik vind het wel eng. Ja, ik vind het wel, brengt wel een bepaalde spanning met zich mee. Ja, het is niet niks. Tot een maand of twee geleden nooit gedacht dat ik een besnijdenis zou laten uitvoeren. Ja, goed. Ik ben niet de enige die een besnijdenis heeft. Gaat krijgen, dus. Ja. Dus ik overleef het vast wel. Maar, ja. Ik vind het wel onwijs spannend. En, ja. Met deze boodschap wil ik eigenlijk een beetje taboe doorbreken. Omdat het gewoon iets is wat kan gebeuren. Het is gewoon, ja, niet iedereen hoeft dit op YouTube te zetten natuurlijk. Maar omdat wij als YouTubers gewoon al 2 jaar bezig zijn en eigenlijk het hele reilen en zeilen van ons gezinnetje laten zien. Natuurlijk niet alles, knipogen, maar ja, wel heel veel natuurlijk. En dit is wel iets dat ik denk van ja, omdat het nou toevallig op het geslachtsdeel zit, zou ik het dan niet vertellen. Ik bedoel, als het op mijn schouder had gezeten, had ik het wel verteld. Dus, of in ieder geval, dan had ik er geen seconde over nagedacht om het te vertellen. En nu dan wel. En ik dacht gewoon van ja, dat zou niet hoeven. En daarom vertel ik het gewoon. En, nou ja, is dus even afwachten wat de uroloog maandag gaat zeggen. En dan hoop ik eigenlijk zo snel mogelijk een operatie in te plannen. En ik ga jullie zoveel mogelijk meenemen in dit verhaal. Dus, ja, weet je, negatieve reacties of positieve reacties. Iedereen mag zijn mening hebben. En ik ben wel van mening dat niet iedere mening altijd gedeeld hoeft te worden. Maar ja, dat is aan jullie. Dus op naar de uroloog.